Consumenten die alleen budgetmerken kopen in de supermarkt zijn gemiddeld de helft goedkoper uit dan dat ze alleen maar A-merken kopen. Dat blijkt uit een uitgebreide prijspeiling van de Consumentenbond. Ja, goedemiddag, Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemiddag. Ja, dat scheelt dus aardig. Dus hoe verrassend is het eigenlijk? Nou, het scheelt ontzettend veel. Het is verrassend in die zin, we hebben dit al vaker geconstateerd. Maar het verschil tussen de A-merken en de huismerken of de budgetmerken wordt wel steeds groter. 5 jaar geleden was het nog 40%, nu is het dus 50%. En dat is een gemiddelde, want er zitten grotere prijsverschillen bij bepaalde producten. En hoe kan het dan dat er zoveel verschil in zit en dat het ook steeds meer wordt, dat verschil? Ja, hoe het komt dat het steeds meer wordt, is niet heel duidelijk te achterhalen. We hebben wel een vermoeden. Ten eerste willen supermarkten in deze moeilijke tijden van inflatie toch aantrekkelijk blijven voor klanten. Dus verlagen ze de goedkoopste producten in de hoop dat ze dan jou naar binnen halen en dat je ook nog wel een paar dure producten koopt. Maar wat we ook zien is dat je hebt huismerken en budgetmerken. Bijvoorbeeld bij de Albert Heijn hebben ze dan het Albert Heijn huismerk. Maar ze hebben dan ook nog de Euroshopper. En dat is nog veel goedkoper. En je ziet dat die huismerken en die budgetmerken in elkaar schuiven. Dan wordt het één product en die wordt dan gemiddeld iets goedkoper. Dus daar zit het verschil in. Ja, nu hebben jullie een uitgebreide prijspeiling gedaan. Wat hebben jullie allemaal vergeleken? Nou, we hebben ruim 100 basisproducten vergeleken. En basisproducten, dat zijn dingen die mensen allemaal zo'n beetje wel in huis hebben. Rijst, koffie, melk, boter, brood, dat soort zaken. En we hebben de prijzen bekeken van de 14 grootste supermarktketens. En daarbij dus die A-merk met die allergoedkoopste vergelijkbare merken in de winkel gekeken. En maakt het nog uit bij welke supermarkt je bijvoorbeeld al die budgetproducten zou kopen? Want dat verschilt natuurlijk ook wel aardig, zou ik denken. Ja, het verschil is wel aardig. Ten eerste, als je kijkt naar alle huismerkproducten, dan zie je dat supermarkt Dirk het goedkoopst is. De prijzen daar liggen 11% onder het gemiddelde. En de Spar is het duurste. En wat ook opvallend is als je naar de allergoedkoopste prijzen kijkt, dan is de Aldi net zo duur als de Albert Heijn. Dus dat is heel verrassend. Ja, dat zou je niet denken, toch? Nee, dat hadden wij niet gedacht. Dus dat is bijzonder. En verder hangt het er wel een beetje van af wat je koopt. De prijzen verschillen bijvoorbeeld bij schoonmaakmiddelen of verzorgingsproducten veel meer dan bij, laten we zeggen, een pak melk. Ja. Word je ook wel eens in de maling genomen door supermarkten? Dat je denkt van, dat is goedkoop, maar dat is het uiteindelijk niet. Ja, dat zien we eigenlijk altijd, hè. Want er wordt altijd gegooid met nu laagste prijs. Mis je kans niet, dat soort dingen. Dus daar word je altijd wel verleid. Maar wat we nu specifiek zagen was dat ook een aantal supermarkten, de Dirk en de Vomar, die hebben eind augustus hebben ze laten weten van, we gaan de prijzen bevriezen. Bij ons gaan ze niet meer omhoog tot het einde van het jaar. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is dus inspelend op die inflatie ook. Maar vlak voor die aankondiging zagen we dat de prijs even omhoog ging. Dus, slim. Ja, dus de knakworstjes bij de Dirk gingen van 2,35 naar 2,69 en toen terug naar 2,49. En daar is hij dan op gebleven. Dus dan is hij stiekem toch nog net duurder geworden. Maar, en dat zien we vaker. Maar je zegt, je wordt verleid door die acties, van laagste prijs en dat soort dingen. En soms ook gewoon van de tweede gratis. Ja. Maar dat lijkt toch aardig aantrekkelijk. En dat je daarmee dan ook stukken goedkoper bent. Of zeg je eigenlijk van, dat moet je niet meteen geloven, want je bent misschien toch wel duurder uit. Nou, wat het is, je wordt heel erg verleid om dingen te kopen. Dus je gaat ook niet vergelijken. Als zij zeggen laagste prijs, dan geloven de meeste mensen dat ook wel. Hè? Dus je gaat sneller naar dat schap toe, omdat het er nou eenmaal staat. Het is wel zo, als je heel graag A-merken koopt, omdat je een bepaald merk koffie bijvoorbeeld wil drinken, of een bepaald merk pindakaas wil gebruiken, dan is het wel goed om op die aanbiedingen te letten, want het zijn wel aanbiedingen. Alleen, het is de vraag of het de allergoedkoopste aanbieding is. Dan ben je nog steeds in veel gevallen duurder uit dan met die budgetproducten, maar je kunt ook wel flink je slag slaan
met de aanbiedingen. Eigenlijk zeg ik altijd van die hele dure aanmerken, die moet je eigenlijk helemaal niet buiten de aanbieding kopen. Nee, dat is ook zo. Ja, ik ben ook wel gevoelig voor inderdaad de derde gratis. Maar ja, dan koop je dus 3 dingen. Terwijl ik eigenlijk dat bijna nooit zou kopen. Ja, maar aan de andere kant denk ik van, nou, ik drink koffie thuis. Of ik dan elke week een pak koffie koop. Of dat ik er nou 3 in 1 keer koop waarvan ik er eentje gratis heb. Dan heb ik de derde week. Maar de verleiding zit hem dus in dat je hem überhaupt misschien niet had gekocht, zeg maar. Dat je alleen al door die actie dan denkt van, nou, dan koop ik het wel. En dan eigenlijk heb ik het helemaal niet nodig. Dat begrijp ik. Maar ik denk aan de andere kant van, ja, als je dingen dan toch nodig hebt. Dat is het beste. Ja, daar moet je dan scherp op zijn. Want die prijs voor dat ene product is gewoon te duur. Als ze altijd aanbiedingen kunnen doen, en dat zie je bijvoorbeeld bij shampoos en dat soort producten, en het is bijna altijd 1+1 gratis of 3 voor de prijs van 2. Ja. Dan is eigenlijk die oorspronkelijke prijs is dus feitelijk te duur. Want anders konden ze niet altijd die aanbiedingen doen. Dus daarom moet je daar een beetje op letten. Nou, interessant om even over te hebben. En toch wel even bewustwording. Hè? Even scherp zijn de volgende keer in de supermarkt. Zeker. Joyce Donaat van de Consumentenbond, dankjewel. Graag gedaan.